Davis, Walker fino in fondo, piazza un cross molto attento all'1-0. Tra l'altro la sua lunghissima storia europea, per 3 volte il Gand. Corsia di destra, dentro per Harry Kane, trova lo spazio per il pro, anticipato contro gli skins da Eriksen, ancora Kane, fermato dalle alli dal solito, che va in mezzo, Kane ancora cucciolo da Mitrovic, il gol del 3-1, grazie per guardare la partita sin qui. Dyer, pallone profondo per Son, può recuperarlo, cerca di entrare in area e alla fine Mitrovic verso Winks, che viene fermato in maniera regolare. Serata, Eriksen manda in mezzo questo pallone per affrontare un calcio d'angolo, intervento di Mitrovic. Mitrovic. En het publiek wordt daar een beetje zenuwachtig van. Van Marto. Mitrovic. Marto. Hij heeft het wat weg. Dat is ook wel. Voordat hij even werd, is de missie aan het tussenhouden. Op de proef te stellen. Milicevic gaat ook in voor, heb ik de indruk. Maar ze staan ook te wachten, Eupen. Allemaal op eigen helft. Kubo. En dan weggezet door Garcia. Wat comfortabeler in die top 6 geraken. Het is zelfs geen kwestie van een punt pakken. Mitrovic. Koulibaly verlengt. Vos verliest dat duel van rest, kortom. Als je even 2-3 wedstrijden verliest, sta je opeens. Van Laken dacht dat hij recht had op een vrije trap, maar is kennelijk de enige in dit stadion. Zij komen te staan op de UEFA-ranglijst. Ja, dat was het seizoen waarin Agit in de Champions League speelde. Rafaelov weer zat voor me en meteen bovenop. Mitrovic. Is weer niet zonder risico met Kersson in doen. Vormer, komt hij daaraan? Doet er in ieder geval alles aan. Wesley, daar is Wesley. En die werd net voldoende gehinderd door Hazard. Tot de juiste plek. Het mag doorgaan. Isquero. Er moet hier nu op. In het elftal omdat Neto geblesseerd is. Als de Russie is dus naar Malmö vertrokken. En het
is nog niet gedaan. Val met de voorzet. Mitrovic. De winkel uit. Hier op de eerste. Excuseert zich nu. Al niet meteen kwam, maar wel eventueel ruimte was. Dat was het ook niet. Iedereen was naar binnen getrokken. De rechter van Charleroi. Salawa krijgt naar Oostende. Voor de Japaner Miyakubo van Young Boys Bern aan Bordeaux. Hoe vaak moet hij het? Zoals. Nazari nog even, maar die lanceert eigenlijk Huppert. Straatman is mee. De shooter. Bijvoorbeeld de geef. Paas achter de man, dus ideaal was het niet. Het was bijna ideaal voor... Gelijkaardig pak nu afgelegd. Als de jager opgeleid bij Klebrugge via Kortrijk. Een goede pal. Bolbad kan niet echt meegrissen. Dan wil meteen druk zetten bij Mitrovic. Dat heeft hij niet graag. De rug van Troost Ekom, die er nog net bij kan. Mitrovic duurde even, hij gedraaid was. Wat? Straatman. Haalt hij dat in de rug van Mitrovic? Jawel. Maar hij hield zich in en dat had nog een hoekschop aan overgehouden als hij hier voor de voorzet kiest. Huppets mag doorgaan, ondanks dat over buitenspel. Martin. Maar Straatman, maar die moet niet overmoedig worden natuurlijk. Mitrovic. Mitrovic. So, immer suchen sie wieder den 1,97 großen Koulibaly und da ist der Ausgleich. Keine 5 Minuten nach Wiederbeginn. Das 1:1 durch den ehemaligen Freiburger, durch Stefan. Schon Wege aussuchen. Ja, und die Vorarbeit kam unter anderem durch Khalifa, dass sie hier noch relativ frisch ist. Sieht ganz so aus, als wenn sie sich dann doch ein bisschen davon haben überraschen lassen. Diego. Ja, der Mann, der in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs diese riesen Chance hatte, da schon für den Ausgleich zu sorgen. Aber da stand ihm Jean-François, der 37-jährige Schlussmann in Reihen von Stand. Er sich ja bis vor kurzem hat es beraten lassen vom ehemaligen Bayern-Spieler von Daniel. Agent. Für 4 Jahre verpflichtet. League defeats when they've had the blip. Started well. Good delivery. Header wasn't bad either from Stefan Mitrovic. Lost 3-0 at home to Kortrijk last night. Hammerliner with a tee up, and Bailey wasn't given the chance for the near post to get the striker. Will Callum and Samuel Guizot being added to the Europa League squad again, and the upcoming games against Tottenham. I'd like the final whistle to go as soon as for a one. Squadra della propria terra, altro di Billy. Sarebbe stato anche per tutto la curiosità, peraltro sul fatto di Billy, perché lo vedo il Tottenham di Gigu. Su Mitrovic, per palleggi prolungati, compassati, l'esecuzione, Wanyama, entra in area Sissoko, parte il cross, la difesa è stata di parte il suggerimento, Victor ripete, attenzione, Kalinic sbaglia, arriva Kane, delle al difesa, tutto prendito il pasticcio, Kalinic. Wanyama cerca che è una telefonatissima pace di compito di Troost. Mondo per Walker che mette in mezzo, c'è la difesa di Mitrovic, poi ancora Alli, qui Walker deve disinteressarsi della palla, prova Winks che rimette in mezzo, poi Kane, anche in mezzo, arriva Alli, il numero di Alli, cerca adesso il cross, ma diventa tardi. E addirittura non porta a casa nemmeno il calcio d'angolo. Dall'altra parte il colpo di testa di Mitrovic
con palla alta sulla traversa. Eriksen dentro per Harry Kane, che cerca un dribbling e nuovamente una buona difesa di Sean. Eriksen, arriva il colpo di testa di Mitrovic. Ça se sent, ça se voit, et c'est fautif aussi sans doute sur ce coup-là. Moulin, Dimitrovic, impeccable. Commence Soriano, qui est complètement seul là-bas, sur le côté. Stary pod tym względem wygląda lepiej. Nie jestem rzadko kiedy w ogóle dostaje w takich sytuacjach. Mitrovic, no zobaczmy. Une défense à 3. Exactement, hein, 3 défenseurs centraux côté belge. Qui doit être le premier relanceur, le programme en attaque. Mitrovic à longueur. Il faut accélérer, il passé. Et, allez, il faut plonger là. C'est parti un peu tardivement du côté de. Lopez qui dégage son camp. Donc, avec la casette dans la surface.